Jij gaat straks debatteren in de klas. En dat zijn eigenlijk drie stappen die je nodig hebt om in de klas te kunnen debatteren. 1. Zoek informatie die je nodig hebt. 2. Ga debatteren. En 3. Ga jureren. Eerst is informatie. Zodra je de stelling hebt, het thema en het bedrijf waar je gaat debatteren, Google deze dan eens. Je komt dan uit op een aantal artikelen. Lees die artikelen door en deel ze in voor of tegen. In die artikelen staan waarschijnlijk argumenten die je kunt indelen in voor en tegen. Die argumenten ga je even nog uitwerken met wat uitleg en eventueel staven met een goed gekozen voorbeeld. Op deze manier heb je hapklare brokken die je in het debat kunt gaan gebruiken. Fase 2 is debatteren. Nou, spreken leer je door te spreken, debatteren leer je door. Nou, je kunt het zelf al invullen. Door te oefenen, ermee aan de slag te gaan, de klasses te verdelen in voor- en tegenstanders, kun je zien of die argumenten, die hapklare brokken, of die ook echt werken. Zo niet, pas je het aan en kijk je, dit werkt wel en dit werkt niet. Denk ook eens na over tegenargumenten en hoe je ze kunt weerleggen. De derde fase is jureren. Ga zeker ook een keer jureren, daar word je een betere debater van. Je ziet welke argumenten je wel indruk maakt op de jury en welke totaal niet. Probeer ook eens een keer te kijken naar de juryleden zelf. Hebben de juryleden een technische achtergrond? Grote kans dat ze gevoeliger zijn voor technische argumenten en heb je die goed uitgewerkt? Heeft het jurylid meer een communicatieachtergrond? Zal die vooral interesse hebben in hoe je die argumenten weet te brengen? En is dat op een goede manier uitgewerkt? Als je gaat debatteren, drie elementen van belang. Die informatiefase, debatteren en jureren. Alle drie de stappen kun je vooraf al doorlopen. Alle drie de stappen kun je een keer oefenen. Vind je deze video leuk? Dan kun je me hier liken. Wil je meer van dit soort filmpjes zien? Dan kun je hier abonneren op ons YouTube-kanaal.